Een heel fraai voorbeeld van een Japanse sierkers is Prunus acaulare. Deze heeft een vaasvormige kroon en wordt in totaal zo 6 tot 8 meter hoog. En ja, je kunt nu zien, hij hangt helemaal vol met hele fraaie hangende bloemtrasjes. Die bloemtrasjes zijn half gevuld en lichtroze van kleur, zoals je zelf ook wel kunt zien natuurlijk. Hier zijn de bomen als meerstam opgekweekt, maar je kunt ze natuurlijk ook gewoon vanaf de grond opkweken met één stam of bovenveredeld als een soort parasol krijg je dan natuurlijk waaiervorm op stam. Een boom die eind maart, begin april bloeit. En wat ook heel erg leuk is, ook een goede draagboom, want het is nu ongeveer 12 graden. Dat is ook de temperatuur waarbij de hommels beginnen te vliegen. Dus je ziet al vrij veel hommels op deze bomen hun stuifmeel verzamelen. Hele mooie boom, ook goed toe te passen in een kleine tuin. En hij kan eigenlijk op alle gronden staan, mits niet al te nat. Prunus acaulare.